Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. My Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. Noordewien. Goeie, en welkom bij Noordewien. Joert mij aan de tafel in het Omroep Friesland Café. Een televisie- en filmregisseur, filmacteur, producent, scenario-schrijver, maar bovenal muziekliefhebber en nevens mij ik libbesgenieter Steven de Jong. Onderleiding is, ze nemen het zelf het project. Het is de film rondom Grutte Pier. Daar geven we wie het weinig op praat, maar ik een beetje oersien libben, want wat had hij een enorme cv opbouwd intussen. En still going strong. Steven de Jong, mooi dat je er bent. Welkom. Ja, nee, bedankt voor de uitnodiging. Helemaal leuk, ja. Je bent in het cafeetje, Willem. We hebben saffolle draait hem voor baas Bobbebaas. Dus ja, fantastisch. Ja, echt een heel grote eer, hè? Ja, we hier in het wie zo'n warm hokje hier in dit kroegje. Hoe lang is het nou al in? Volgens mij hebben wij de eerste baas Bobbebaas in 2001 draait. Ongelooflijk. Ja, en 2012, 2003, 2004. Het vierde seizoen. Ja, dat ging toen hartstikke leuk. Ja, maar jongen, we wilden iets proberen. Dat was een soort experiment. En ik zie toen bij Joop van Ende, Westerwind, dat wie toen clear. En toen zijn ze wat Gies Dwan. En toen zei ik, ja, we in Friesland iets Dwan. Ik zeg mijn vrouw, mijn band, toenmalige vrouw. Dat ging natuurlijk ik net goed. En die zeg ik veel te weinig. En toen dacht ik wil wel wat dichter bij... Nou, bij de band zitten. En Pim Gaanders ziet je toen bovenin. En die woe iets op het gebied van drama dwam. En toen hie ik me Renze Westra natuurlijk al. Dan hie ik natuurlijk al tig dingen maar die. En toen zei je Renze, ik heb nou een vormetje betocht. Dat is een beetje, dat doet me heel erg denken aan dat. Wie stond misschien ik nog wel? Die Archie Bunker. Wie is dat nog? Ja. All in the Family. Aardsmopperaar. Nou, conservatieve koehaas net. Nee, precies. Maar toch wel sympathiek. Want de verjongste ten bol. Ja, zeker. Nou, ik zocht die helemaal als een soort Archie-bunker, is dat? Archie-bunker. Ja, precies. En zij is dat ontstong. En toen, nou, dat is toch de omroep, het dat omarmd. Die zei, nou, dan geven we dat maatje. En dat hebben we voor, nou, ik voor een lease budget hebben we dat maken, maar dat wie geliek wie dat in de roos. Dus dat weer fantastisch. De eerste regio-soap, toch? Ja, de allereerste regio-soap. Ja, dat is ook altijd een dingetje. TV Oost claimt dat zij maar jonge lui, die ik letter die in hè, en hier letter die in hè. Opstart heffen voor ze. Dat zei de eerste wie. En ik zei, oh, pet tap. Om de sodemieter, de baas, boven baas wie de eerste. Ja, een beetje bij. Ja, leuk dan. Hoe is het? Ja, nou ja. nee, wel goed, hè. Maar ik ben blij dat het ei is gelegd. De film is cracked clear. En nou, we hier te cracken leven hoor. Maar er ben natuurlijk, ja, het is wel een tiert van personele tekorten. En dus er zit best wel een hele grote druk op om het toch op tiert clear te krijgen. En ik dacht dat altijd al prima te helpen weer. Maar het is wel, dat wie uiteindelijk toch nog wel. Een strijd. Dus hij is cracked clear. De DCP is cracked makker. Is er toch ooit wel een film of project die een werd geen street omheen ziet? Nou, wie is wat dit is? Dat filmmaatje is natuurlijk altijd gedoe. Ja, dat bedoel ik. Ja, het is altijd gedoe. En meestal om yield natuurlijk. Nou, het zijn hele protte gedoetjes altijd. En dat valt relatief, vind ik altijd, ik nog wel heel erg mooi, hè. Want... Maar vooral als het achter waarom shorts, denk ik. Ja, nee, maar wie is wat is? Dat filmje is... er zijn protte mensen bij belutsen. Ik zit altijd filmje, dat is op zich net zo... ingewikkeld. He, dat het doen we nou meer strategie hier. Dus dat is wel duidelijk wat er gebeuren met of zo. Alleen achter de hoeveelheid meesken, we zien nou een oud-titelrol, er zijn altijd honderden meesken bij belutsen. En ja, ik denk wel, want ik klit er bolles erin, hè. Als de film ja, dus. Ja. Kap
door die mensen alle keer. Nee, maar die doggen alle keer iets. Ja, dat, maar snap ik wel, maar toch. En hier een hele prot en oren en Lies Beach. Automatisering en software en ding. Ongelooflijk, nog steeds. En misschien maar mooi, hè, maar hij is nog steeds... Nee, maar dat is het. Was de professionele filmmaatje. Hij is gewoon een hele grote specialist nodig. En daartoe is het complex, zeg maar. Dus ik zeg, het is net moeilijk, maar het is wel complex. Want er is altijd een hele grote... En er is ook altijd wel iemand ontevreden. Daar ontkomst ik net aan. Nou ja, en dus het jet er ik wel een beetje bij. En de Wustroeer en ik wel wat gehard. Maar goed, ik ken wel een boekjes scrollen, ja. Dat kan ik me voorstellen. Ja, ja. Ja, een hoop gedoe en gedoetjes. Ja, zeker. Maar goed, ik behest natuurlijk ik de maatje maar mensen die onderling gewoon ik of heel close binnen, dus die nemen het voor me qua op, of juist een conflict hoor hij uit het verleden. Daar heeft alle mooie maatje in. En de ideale wereld die bestaat natuurlijk net, want als dan uiteindelijk na een lange tijd dat potje geld bij me qua herst gefinancierd herst om het te maatje. Nou, dan wordt het maatje he, op dat moment, of dan drijf jou vijf men een letter. Ja, dan zit in dezelfde pool natuurlijk met de graven om een cast en een crew bij elkaar te garien. En dat is natuurlijk toch ook een samengeraapt, ja, ik neem het wel eens een samengeraapt zootje natuurlijk, die op dat moment beschikbaar is en die goed binnen, die stoot aan west dan graag mijn werkje wordt. Ja, maar ik kan me voorstellen, zo'n crew per film bij oors is. Ja, dit is altijd oors. Ja. Dus dat is altijd een oren samenstelling en altijd een oren mix. En ik ben ook altijd op ziek, ben ik nou, wat naaien meisje, naaien bloed. Want dat tik altijd dat het energie houdt, weet je wel. Dus dan, en dat zorgt ik voor dat scherp is of zo. Dus hé, hey, verrek, dat is even zien wat er, hè, dat die game of zo ontsteen kan of zo. Dat vind ik altijd een heel interessant proces van het filmen. Dus dat zie ik op. Aan de andere kant heb ik altijd hele vertrouwde meesten die binnen er al 30 hierbij. Want dat zijn eigenlijk de ankerpunten. Dat ik is blind op varen. En dat is... nou ja, dat ben ik gewoon vriend natuurlijk. Dat ben ik gewoon Matties. Die in voor- en tegenspoed... Nou, hij is wel nodig, denk ik. Ja, dat heeft heel erg nodig, ja. Ja, ja. Wie hebben er mij... gast het onofficiële volkslied van deze provincie. Nije Dij. Ja. Ja, dat is heel connected mij, hè. Met dat in het noemer, hè. Nou ja, goed, dat is natuurlijk ziet aan het begin. Dat wie de Goud Sweeper natuurlijk. En de eerste film. En dat wie in de Roos. En ik draaide plaatsjes in de kroeg. Ik ging in platenwinkels en ik draaide plaatsjes. En toen zei Sweeper op een gegeven moment, die koe. Van goh, wij hebben een coverbandje en wij hebben best wel wat optredens. Ik is toch naar de pauzes een beetje vullen, mijn plaatje draaien. Ik zei, hartstikke leuk. En toen jerde ik van, toen zei van goh, ben je toch bezig mooi? En ik is toch een filmmaatje en ik zie toen bij het Medisch Centrum West of zo dingen te doen. Dus ik wie dat toen aan het ontwikkelen en ik ging een script en ik wie op zoek naar de financiering en dat ging natuurlijk ik mijn hart en stoten. Het zijn al die film maken we het, Steven, dan willen wij daar een liedje bij maatje, hè? Dat is want wij zijn toch matties, hè? Ik zei ja natuurlijk, dan maatje hem een liedje. Nou, dus dat wie hartstikke, dat zat tof. En toen zei hij, nou kom op maar het script. Wel is een script, ja. En in je letter of zo, toen konden wij dat wie het, ik zei zo, je het door je, voordat we echt aan het draaien gingen. Dus dat wie best wel een tiert. Voordat we dat echt dwaan konden. Maar goed, toen hier en zij een liedje maken en zien dat script lezen. En zei nou kom even naar de oefenronde, want we willen die dat liedje weer letten. Ik vind dat ik nooit meer. En ik kom in die oefenronde. En in Veenwoorden, volgens mij, wie dat toen. En daar zijn geen even zitten. Nou, even zitten. En die jongens, hier nee, niks zo echt zoiets. Maar zenuwachtig, wist wel. Wat vindt het ervan? Is het ook een skit voor de film? Maar het wie geliek dat ik hier geliek kiepervel heb. Dus ik zei, jongens, dit is te gek. Echt. Nou, nog een keer. Ja, ik zei, nog een keer. Nou, en dan zei nog een keer, nou, ik zei, jongen, dit is gewoon de titelsong, dit is clear. Maar toen werd het natuurlijk nog geen hit. En toen hebben Jim bij de omroep hebben dat liedje oppakt. Volgens mij hebben Jim daar een groot aandeel in gewoon in sinds maar dat liedje bekend werd. Die film werden natuurlijk, die wie in elk dwarpshuis, in elk filmhuis, wie die te zien. Ja, want beide wie in een hit. Het noemer, maar ook de film. Hè? Ja, nou ja, eerst, dus die film die ging de provincie in. Meer dan 100 dwarpshuizen of zo Willem geweest. En filmhuizen. En Oerl had die film draait, Oerl volle bak. En daardoor, en Jim draaide dat liedje. En daardoor ontstongen natuurlijk iets van een hype-achtig iets.
Maar ik hier een platenwinkeltje. Hè? Dus ik hier contact natuurlijk met die platenmaatschappijen. En ik mocht tippen voor de top 40 elke week. Belden ze me op. Van, nou, wat zijn de best verkochte singeltjes? Nou, maar ik zou natuurlijk gelijk toen die plaat uitweer. Nou, de kast met een Nye Die doet het echt fantastisch. Hier is het was. En toen op een gegeven moment toen kwam de jongens bij mij in de winkel. Weet ik nog heel goed. En toen zei ze, ja, nou, we hebben nou iets te gek betocht, jongen. Dat is leuk. Ik zei, wat dan? Ah, we gaan een concertje aan het Abel-Enstra-stadion. En toen wien ze natuurlijk nog helemaal net sky high, hè. Dus dat wie wel heel gedurfd, hè. Voor ik saffele lef hebben. Fantastisch. En dus zij ging, nou, maar dat stadionconcert ging zij natuurlijk de boer om dat te promoten. En toen ik in die tijd contact met iemand van CNR, de platenmaatschappij. Waar zij volgens mij ik al een plaat bij uitbracht hier. En toen zei ik, doe nou iets met een Nye Die van de kast. Dat is hier echt groot aan het worden. Ah, dat is Fries. Ruud en Dulkeraad, wie daar toen de baas. Dat wordt niks, dat is Fries. Dat is voor jullie leuk. En dat gaat niet werken in de rest van het land. Toen joegen de jongens dus dat concert. En wie zit naast mij op de tribune? Ruud en Wilkeraard van CNR. En op een gegeven moment komt een Nye Die. En de hansjes, die clip. Nou ja, die kennen iedereen. Die hansjes gaan omheen. Al die blote worstjes, wie mooi waar. En weet ik veel, 50.000 meisjes jongen, dat liedje mij. En toen zei ik het tegen Ruud. Dus ik stond hem zo. Ik zeg, geen hit hè, Ruud? Toch? Geen hit. Dus ik ga er nog eens even over nadenken, zei hij. Ja, ja, ja. En toen is een jaar later, of nog langer, hebben ze die live versie uitgebracht. Ja, en dat wie ik werd een verhaal, want dat ging in het begin ik helemaal net zo hut. Weet ik volop, Jochen 20 binnen in de tipperaren. Toen naar 26, toen naar 18. Die zo heel stadig aan kropie. Wat hem heeft. Op een gegeven moment komt hij binnen in de top 40. Stijgt hij ook heel traag, stijgt hij terug. En toen stond hij op 12, Willem. Nummer 2 in de top 40. Wie natuurlijk nog nooit met een Friese plaat gebeurd. Nee, op nummer 2. En toen gingen wij alle eens ook iets. Nee, wieke gaat het gebeuren? Dan is hij nummer 1. En toen, wat gebeurde er toen? Wie stoot het nog? Nee. Diana verongelukken. En Elton John kwam maar Candle in the Wind. Nou, en dus die kwam van niks binnen op 1. En toen... En hij daar dus kreeg net. Maar was hier zijn nummer hier? Absoluut hier ze dat helle, hè? Ja, mooi. Mooi. Ja. Het zit onder de kastvers, maar ik om die verhaal. Nou, dat jij heb ik blijven. Wat ik om die vers zit, is ik liet het tumor even hier. Zeg eens, ik heb pukkels op mijn armen, vreemde krampen in mijn darmen en een kriebel in mijn keel. Zeg eens, ik heb vlekken voor mijn ogen, tepelkloven van het zogen en ik plas de laatste tijd wel heel erg veel. Is er soms iets met mijn nieren, zijn het schelten van de kleren, dokter kijk eens naar mijn buik. Heb ik soms iets aan mijn longen, is die ader soms gesprongen en ik ruik de laatste tijd niet zoals ik ruik. Zeg eens, heb ik suiker? Of is het koud? Waarom kwijl ik als ik zever? Ik heb heel wat op mijn lever. Zeg eens A. Grut, zeg eens A. Wat een ongelofelijke televisiehit. Is dit echt, denk ik, wel in de top 10? Die acteur. Ja, debuut. Ja, dat klopt. Ja, dat was het eerste betaalde rolletje wat ik echt kreeg, ja. Wie het toen al een hit? Ja, wie verschrikkelijk. Ja, dat wie... Ik ging me inscrewen litten bij een castingbureau, Margarethe van Dam, en, in Amsterdam. En dan zei ik, als ik daar dan kwam, dan zei ze, oh, ben je weer helemaal uit Friesland hier naartoe gekomen? Nou, ik herken dat wel. En dan zei ik, ja, ik heb nog een paar nieuwe foto's en zus en zo. Oké, en toen, nou, dat wie ik echt, ik koel haar helemaal net zo goed, maar zij kaaste toen, zeggen ze. En dan zei wacht jij eens even op de gang. Oh, ik denk, nou, wat gaat er gebeuren? En toen ging zij natuurlijk bellen met de regisseur van zeggen ze, Nico Knapper. En toen zei Steven, sprak mooi eens aan het Duits accent, wie een Duitse
Dit is een mevrouw die het kaarsen hier in Nederland toen echt introduceerd had. Want het wie toen helemaal wie toen nog een amateuristische toestand. En toen zei ze, nou, kom even zitten, want ik heb Nico Knapper aan de telefoon. En die, misschien heb ik wel iets voor je. Nou, ik denk, nou, zullen ook iets gebeuren. En toen zei Nico, nou, laat me die jongen maar eens even zien dan. Dus als die terug gaat naar Friesland, hij ziet in Almere als dat te monteren, dan moet hij maar even bij me langskomen. En toen kwam ik daar en toen... Toen hier even een praatje en dan wat herst dan dien. Nou, ik hier in Friesland doe ik wel wat dien, maar ik hier voor de rest en ik hier workshops dien en ik hier in Hilversum hier camera acteren dien. Maar ik dus ik hier van alles wel onder naam, maar ik hier nou net echt op de Nederlandse televisie een rolje hoor. Dus maar toen, toen wie die overtuigd en toen mocht ik 3 afleveringen White Man in zeggen ze. Had je ook een groot Fries accent of niet? Ja, oh ja, ik had een heel groot Fries accent. Maar dat die ik in die tijd, dus dat wie natuurlijk die camera acteren in Hilversum, dus dat zijn ze nog daarin al. Steven, als jij iets wil met acteren, dan moet je wel wat aan dat Friese accent doen. En, dat heb ik heel serieus oppakt. Dus ik ben een logopedie gewoon. Ik denk wel dat ik oorlier logopedie gewoon elke week. Omdat wil jij dat ik uit Friesland kom, vind ik. Maar dat vind ik helemaal net. Dat is dus wel wat verloren. Ja, en het is, ik bedoel dat een bepaalde klankkleur heeft. Dat is ik prima, wist je wel. Alleen nog het, nou ja. Dus ik heb er nooit helemaal geen dat is, sommige, nou, ik heb het ik nooit meer. Maar. Dat is de serie. Ja, dat is zeker gewoon elke... Hoeveel netten hier we toen? Nee, dat waren toen net zo volle. Nee. 12 geloof ik. Nee, dus dan zie je miljoen mensen. Ja, dat weer heel normaal. Ja, dat weer heel normaal. Ik weet nog dat het uitstuurd werd dat ik de oren duis. Willen dat ik dacht, wat gebeurt mij? Maar goed dat er toen nog geen WhatsApp bij je. Nee, nou ja, precies. Nee, maar ik heb het gevoel dat iedereen het zoen hier. Dat is echt bizar. Wat gebeurt er? Het is een heel iets roltje. Het moet helemaal net drooien. Nee, ik bedoel, het is wel gewoon in de populairste serie. Ja, dat wie toen gewoon een enorme hit. Ja, dat klopt. Ja, ik heb wat dat betreft ik een hele protte geluk hoor. Want daarna kwam natuurlijk al heel snel Spijkerhoek. En dat wie een verste rol. En dat heb ik een periode in. En ik zie ze al, Jo van Ende, die het, Margrethe van Dam, die agent, het mij in die, hè, zeggen ze, en in Spijkerhoek kriegen. En daarna is eigenlijk Joop van Ende wel degene wees die, want die produceerde natuurlijk ik Spijkerhoek en letter, nou ja, daar heb ik letter nog niet zien voor werken. Maar wat wie die grote droom dan? Want best uiteindelijk trok je als uiteindelijk filmmaker, scenario schreeuw, maar dat hele verhaal eromheen. Ja, nou ja, wie is wat is. Skasterbrege komt bij, toch? Ja, de Wiggenier in Skasterbrege. Die, nee, maar zit Steven de Jong op de bank te dromen over een acteur? Ja, ja. Of toch wel als nee, filmen, zeker, maar. Zeker. Steven wie een heel onzeker jonkje op de Legere Squallen. En hier eigenlijk maar één ding wat hij leuk vond. En waar die zes maar zijn passie in vinden kon, dat wie toneelstukjes. Ja, toneelstukjes. Tussen de schuifdeur? Dus, ja, dat zijn ze ik. Hij is heel onzeker en heel kwetsbaar en heel... Ja, maar dat is juist voor vaker. Hè? Dat is al paradoxaal. Hè? Dat is heel dubbel. Aan de ene kant heel verlegen, heel voorzichtig en niks doren. Heel gevoelig, ik. En aan de andere kant toch profileren willen en op dat krukje steken. Ja, gek, hè? Ja. Maar je hek letter dan wel heel vaak Sjoen en ik jet wel van oren ik wel. Dus ja, nou ja, goed. Want hij de mem hier niet wat mijn theater, mijn... Nou, Uus Haidt had vroeger wel altijd een hele protte toneel spelen. Die vond dat ik echt wel heel tof om te doen. En mijn man, die het vroeger droeg een gedichten voor. Dus het ziet er wel wat in. Zeker van mijn Haidt zien kant wel. Maar ja, dan zou ik het zien, mijn Haidt. Dus, wat worst. Wij moesten kei melken. Ja, wij hebben tussen de boeren weer wij opgroeid. We moesten natuurlijk, we komen uit een arbeidersmilieu, wie net een cent te maken. Wie een helemaal niks. Wie net een auto, wie net een douche, wie net een telefoon. Dus wie niks. En dus dan vertelde ik wel eens iets van heel voorzichtig over mijn dromen. Maar ja, dan zei mijn Haidt, dat is hartstikke mooi, jongen. Maar ja, ik heb hem natuurlijk net balen van keepje. Ik heb er geen keel voor. Nee, dus het wie ik een soort droom van een... Van,
van, nou ja, dat zal wel dromen blauwen. Maar op een gegeven moment heb ik wel toch, toen wie ik een hier of achtjen, jochentje, toen kwam ik van squallen al, ik middelbare lambeskwallen hoor. En toen, nou ja, gewoon, nou ja, nou, zo mijn huid, nou werken, vindt het maar uit. Hè? Gewoon, en dan is Jos maar, nou, koop nou echt met komen. Dus ik, en toen stond ik Willem. Maasje 11-5 en aan de lopende band bij Douwe Egberts. Bij die drumpoetsjes. En dan moest ik 10 drumpoetsjes moest ik in tussen 2 klemmen stoppen. Die ik dit. Boom. En werd zien. En ik moest blind waren. Hè? Dat wist precies wel. Zien. En werd zien. En dat deed ik om 11-5 Maas. En dan zeg ik, nou dat vind ik nooit meer. Een hele goede les geweest. Dan zeg ik om 10-11-5 zeg ik naar die grote fabrieksklok. En de oh god, dat is maar 10 minuten nog voorbij. Wist wel? En toen heb ik me echt voornam. Ik denk, ik begin dit net. Ik zeg het ook om je heen, dat sommigen dat al 20 jaar dienen of 30. Ik begin voor mijn dromen. Ik jaai mijn dromen aan. Ik zal er alles aan doen. Dit is het net. Dit wil ik net maar mijn leven doen. Dat gevoel heb ik heel sterk. Goeie les. Ja, wie een les. Wie een hele goede les. En ik heb dat een jelle hier of zo iets dienen. En toen heb ik echt, dat wie een bewuste koos. Ik volg mijn passie. Toen heb ik dat platenwinkeltje begon met iemand. En plaatjes draaien. En die hele entertainment. Wist wel, dat trok me heel erg. En cursussen dus nog. En cursus, ja, geliek. Ja, ik ben theater. Wat heb je voor soort media-academie? Ja, media-academie dien. Ja, ja. Ja, mijn hele, dat wie echt een fantastische opleiding. Maar dus, nou, ja, gewoon op gesprek. Dus ze nam elke keer het zien aan. Maar het weer gewoon voor hun business. Het was gewoon een commerciële business voor hun. Dus altijd rond de wie en de betellers die een inleesjield. Wat echt een hele, wat echt een rip uit mijn lief. En ik zie me alle meesken uit de omroepwereld. En dat willen natuurlijk voor hun alle betellen. Die jongens worden, die kregen dat gewoon, die werken al bij de omroep. En die kregen die opleiding cadeau. En ik wie een van de weinigen die dat gewoon zelf. Doe het jezelf. Ja, ja. En ik ben heel blij dat ik het dier niet. Ik wist toen heel zeker dat ik dat dwaal. Want ik zit bij Medisch Centrum West en toen als assistent regisseur. En toen zei Guido Pieters, regisseur van Op Hoop van Zegen en Dr. Flimmen en Siske de Rad, fantastische regisseur. Die zei toen, ik zei me van je moest gewoon alles opsnuiven op zoveel mogelijk bagage in die rechtszak proberen te trillen. Dus en toen dacht ik, dan moet dat ik dwaan. Dus dat we gewoon tussen 2 producties zien. En toen ging ik naar de Media Academie. Nou ja, het vertukken in die zin, dus uiteindelijk trok je een best als filmmaker. Ja, wie ik een keuze. Ik zie dus bij Wanneer is die omslag geweest? Nou, dat is wie in Spijkerhoek. Ik heb het 2 jaar in. Je bent echt wel een van de gezichten van die serie. Ja, op een gegeven moment. Ja, dat echt, ja het ging telkens van iets. Veronica, Jorin, geloof ik, op een gegeven moment. RTL. Het werd uiteindelijk RTL. Maar ik zie bij ik die dat. Ik zie die verste. Hartstikke leuk, ja. Echt heel, heel tof om te dwan. En maar ik vernam wel dat ik totally afhankelijk weer. Wist wel van dat een regisseur of een producent, in dit geval Joop van Ende, die moet die dan zitten, Sjen. En ik hier daarvoor ik al, dus is maar tussen zeggen ze, en Spijker ook een protte castings dienen en zo. Dat is, oh Willem, dat is verschrikkelijk. Dat is echt. Dat wie net een hobby van me. We zijn zakkeurd en wie ik echt altijd heel erg zenuwachtig voor en bang dat ik mijn tekst verjeer te zoeken. Het gaat ook echt zo wij cliché denken. Een tafel met 3 streng, ja. Zwijgende mensen. Ja, erachter. Goedemiddag, meneer de Jong. Ja. Ja, gaat u maar staan, dan doet u kunstje maar. Nee, verschrikkelijk. Verschrikkelijk. En ze doggen ik echt niks om het dan nog iets gezellig te maken. Ja, dat raar meer stap ik dat ik wel. De mars van de camera, maar het presteren. Ja, is ik. Nee, maar dat zou je wel. Maar ik, zo regisseer ik net, hè. Ik moet eerlijk zeggen, dat heb ik echt. Dat denk ik, zat toch ik het? Begin ik het nooit in mijn leven aan. Nee, het is. Nou ja, goed. Maar toen. Dus ik zeg dus dat we voor me gebeuren. Ik denk die speelbal dus van. Ja, maar ik denk die Spijkerhoek-serie die stopt straks. En dan moet ik weer dat casting-traject, die screentesten in. En dan, ik denk, wil ik dat wel?
En toen zei Margarethe van Dam, mijn agent toen, die zei van, Steven, wat worst? Worst acteren blijven? Want ik kan die naar Duitsland sturen, want is een soort Floris-achtige serie. Je wist wel, in die hebt hem loft en zo. En, nou, het is hier echt zoiets van, nou, daar kan ik die in krijgen, want die contact met Duitsland. Dan moest ik echt een move maken naar Duitsland. Of, worst, want ik hield dat nu ook wel aan, jongen, worst maatje, worst maker worden, worst dat, worst, nou. En toen zei ik, nee, ik heb gotje bij Medicentrum West. Worst assistent regisseur worden van Guido. Ik waskouw je die wol. De meeste hard man Jelle hier vol. Hij is knetterhut. Ik is een hele protte van hem leren. Man heeft een gigantische ervaring. Maar, nou ja. Dus, nou, ik zei, nou, dan weet ik die, dan weet ik die, die sprong. Dan ging ik net naar Duitsland. Ik zei, mijn Duits is ik nul. Dat is ik helemaal niks. Kijk, maar eens wel orlien naar je logopodist. Ja, precies. Dus daar zeg ik heel erg geen op. Maar ik hier ook iets waar ik wil nooit een geweldige topacteur, geloof ik, net in. Ik blijf heel erg afhankelijk wat iemand hè, vindt. Nou, die afhankelijkheid daar wie ik natuurlijk ik net zo van. Want ja, ik wil zelf dingen in handen had, teugels die zo'n handen had. Dus nou, toen hij koos het voor Medisch Centrum West. Zo ben ik bij Guido kwam, dat wie mijn leermeester. En wie het eerste jaar hier. Ik gruwelijk moeilijk. Echt weer naar Jelle hier, denk ik, jankend, stampvoetend op een gang stond van wat zo moest. Wat maakt het zo moeilijk? Het gedrag dat jij als persoon of gewoon het vak leren en er maar eens om vier woorden steen bij wijze van spreken en om s'nachts om tol worden. Ja, maar dat vind ik net erg, hè? Dus dat zit net in de hut iets van het werkje, maar meer volle meer in dat. Nou, het is natuurlijk heel hiërarchisch hè, bij film. Het is dat mat ik, ja, anders wordt het echt een chaos. Dus het is heel erg uitvoeren, maar alles wat fout ging op de set, wie mijn schuld. Zo moest het bescheren eigenlijk. Want dat hiek schemmet en dat hiek ik op anticiperen met en dat hiek. Ik wist hier rug terhoorn, dus oerelweg, Guido Hinnegong, daar gong ik. En alles wat net lukte of wat werd het skorten, dat hiek schemmet. En dat kreeg ik alle keer op mijn dak. Nou, en toen na Jellie, ik vond ik zo oneerlijk. Want die vind een hele pot in de koek. Echt niks aan het waarvoor ik zelf. en toen ik zo lelijk werd. En toen had ik saai. Stampvoetend, jankend op de set stong. En zei dat hij maar een oren hoe ziek je moest. Dat hij dit nog één keer weer flikken zo. En toen weer door. Toen accepteerde hij mij zoals ik wie. En toen hebben we nog oorlier fantastisch samenwerkt. Geen einde gearwerking dus? Nee. Sterker nog. Zijn hype ging daar. Zijn mem ging, ik denk, zoals wie ik letter deed. Zij wie een hele tijd, wie die er even een beetje uit. Toen zei John de Mol, die produceerde dat toen. Hoe gaan we dit oplossen? En toen zei Guido, Steven neemt het over. Toen mocht ik als broekje assistent van hem die toko dwan. Cruciaal was voor jou, dat moment? Nou, dat vertrouwen. 100% verantwoordelijk. Ja, dat klopt. En vooral een heel erg boost van dat hij, nou ja, dat hij de vertrouwen hier dat goed komen zo. Ik moet wel scary shit lijken, maar want wie en toe zeggen ze, maar dat Medisch Centrum best week. Dat weet ik, ja, dat weet ik populair. Dood. Ja. Trouwens, als dat nou Jost, dan denk ik, hoe is het mogelijk? Maar ja. Ja, maar dat is wel, ja, maar wie, nee, want wie echt mega, ja, wie heel groot. Ja. Ja, dat klopt. Dus dat, jongen, ik heb hartstikke veel geluk, hoor, dat natuurlijk ik bij dat soort series terug te komen. Ja. Nou, uiteindelijk laat het dat een van die hits, want er is een prote hits op die naam intussen. En van Ian draaien we even de titelsong. De boswachters mij wind door mijn haren. Huiskamervraag. Ja, kom maar eens net stellen. Ja, uit welke vin? Boswachters en wind door mijn haren. Natuurlijk, Kameleon. Mijn favoriete jeugdboeken trouwens. Maar vanwaar hielde dat net? En de man die dat omzet in beeld zit hier rond tafel. Steven de Jong, Joop mijn gast. Want we gaan praten over het Grutte Pier project.
Er is eerst een soort van muziekproject wat loskomt en daarna zal de film ik vertoond worden. Maar is het toch de chameleon? Ja. Ja. Ja, de chameleon. Nou, dat werd toen initieerd van Baas Bobbebaas. In kreeg ook Baas Bobbebaas. En toen wie dat toen hetzelfde dat we dat toen ontwikkelen hebben. Dat hebben hier ik in het omroepgebouw hebben dat tagelijk produceerd toen, weet ik nog. En het speelt het eigenlijk nog steeds, hè? Dat project. Ja, ja, we hebben Vleen Dier nog een film uitgebracht. Chameleon aan de ketting. Ja. Ja, klopt. Ongelooflijk hoe dat Libium bloeit. Je zult toch sinds de nieuwe generaties internet, oren helden, oren verhaal. Ja, ja. Was ja. De chameleon er dan in eerst werd, was ja. Het zijs Vleen Dier. Ja, en de boekjes wil ik nog steeds kreun. En wist je wat zo apart is? Wat is dat? Wat zit daarachter? Denkst nog steeds gewoon de verhaal? Ja, nou ja, ik vind dat ik heel moeilijk te duiden, ja. Maar het heeft natuurlijk wat een maatje, maar het stukje platteland, het stukje natuur. Dat is de. Is het toch romantiek? Het is misschien, ik wil weer super actueel. Want wij willen toch ik al lekker dat die BM werden. De BM in klimmen en ravotten en naar boeten gaan. En achter die iPad waai komen. Dat soort dingen. Dat is natuurlijk heel erg chameleon. Ja. Dus ik denk dat het daar toch ik wil weer heel actueel is. En stiekem willen we dat misschien ik al lekker. Wel lekker op het water scheuren. Mooi een boordje. Toch, dat is ik romantiek. Ja. Ja. En maar ik net voorzichtig, wist wel. Ik zie dat kattenkweer uithelje, streken uithelje. Wel positief. En mensen kunnen helpen. Dus ik heel, de chameleon stiet ik heel erg voor positiviteit, vind ik. He? De gemeenschap helpt me qua rollegeren. Welke wel elementen die mensen, nou ja, dat zijn wel thema's, is nog steeds een hele plot aan heest. Chameleon, Golden Sweep, ik neem maar even de helft van het noorden. Helft van 63. Oh, de helft van 63, ja. Alleen wel heel goed Friesland, hè? Ja, maar sinds ik altijd de Friese regisseur, ja. De Friese filmmaker. Ja, ja, dat sinds ze heel vaak. Emotioneel, heel goed, hoor. Nou, wist wat? Ik vind gewoon dat dingen dwaam is waar die in West-Nichiel in stopje kist. Natuurlijk, ik vind die hard leidt. Ja, dat platteloon. Ja. Boerenfamilie. Ja, nee, absoluut. En toen ik in Hilversum en bij Joop van Ende zie je, toen dat wie een beetje fut. En ik kom wel natuurlijk, dat zoals toen ik herkennen, wij, toen ik liet wie als jonkje, zingen wij thuis naar series als Zilde Strandjutter en dat soort series Bartje. Spelen zich al in Drenthe. En, maar dat wie toen. Het zie je niet letter wie dat eigenlijk fut. Er worden hele plotte randstedelijke dingen maken. Maar net het platteland, de streekroman, dat wie eigenlijk fut. En dus ik word een beetje bewust dat God indoken. Want ik dacht, ja, maar dat vind ik jammer. Wist wel? Ik heb niks zin. Ik vind het fantastisch dat maken wordt. En ik heb er maar een ongelooflijk protte plezier werken. En een protte leert. Maar toen dacht ik wel van, die oorverhalen binnen de ik. Ja, die moet ik verteld worden. Dus, wat ging het heel wat hier ik de andere kant op ging in. Ik probeer het in Hollywood. Of ik Hollywood zelf, zo is het. Nou. Londen. Nee, maar kist ik probeer om een internationale carrière op te bouwen. Maar nu had je echt een oorslag richting Friesland bijna. Nou ja, ik dacht dat het. En net dat het altijd even makkelijk geweest is. Maar ik dacht dat de verhalen die steeds maar van binnen nu komen, uit die zelf. Nou ja, dat dan maken ze iets, zeg maar, iets persoonlijks, waar ik heel erg in geloof. Dat hoe persoonlijker, hoe beter. En wat ik wil vaak zeg, is de Nederlandse cinema, die missen nou dan natuurlijk heel erg een ziel of een hart. En dat het maatje maar een hele grote factoren, ja, en met een hele grote altijd doorheen miegen voordat ze dan green lucht krijgt. Dus dan krijgt al van die compromisfilms, vind ik altijd. En ik pleit altijd heel erg voor dat die makers zien denkje dwaan litten moest. Ik al het een afwijkende mening, dat is helemaal net erg. Sterker nog, dan komt er ergens oors misschien wel uit wat de cinema verrijkt of zo op een of andere manier. Dus dat vind ik heel belangrijk. En ik denk dat het altijd begint, maar ja, als er dan de maker bent van zo'n film of een verhaal was vertellen worsten, ja, dan moest hij. Dan heeft hij die innerlijke drive heel erg nodig om ergens te komen. Snap je wat ik bedoel? Dat is volgens mij. Omdat het vaak zo'n struggle is van jaren voordat een film echt gefinancierd is, voordat hij dan maken wordt. Nou, dat duurt het altijd. Dat, hè, in het meest ideale geval is er altijd de periode mee bezig. Maar in 98, Jochen en Jochen van de 100 gevallen, giet het ik net gebeuren, hè? En dan ben je mooi script, ja. Dan is een hele grote les. En denk, nou, en een goed idee, tof, echt, prima. Nooit maken. En dus
Nou ja, en dus die drive, persoonlijke drive, moet ik grut wezen om, om het dan uiteindelijk mooitje te kennen. Linksom, rechtsom, zeg ik wel eens, dan moet dat gebeuren. Die drive viel dus net meer bij de bestaande producties die is, dus meer landelijk dus. Nou, en wat ik zei van, ja, het Zeeburg is misschien snap wat makkelijk om het in het boetel op te brengen. Dat weer een no-go voor die. Dat had ik nooit in mijn nooit die. Ik ben best wel ambitieus. Ja, ik wil echt wel ambitie, maar ik heb nooit. In die ambities redelijk grenzeloos. Was kist dat net del zetten? Nee, dat zult ze wezen, maar nooit. Ik heb nooit gedacht van, god, ik wil nog. Nee. Nee, ik, ja, maar ik hiet altijd, ik hiet best wel drogen nog. Ik hiet drogen nog maar mijn dingen of zo, die ik dan dwaankoe en wat concreet weer. En dan denk ik, en wie zit er op mij te wachten, joh? Ik bedoel, in alle de eerlijkheid moest natuurlijk ik, en dat heb ik nog. Dat denk ik, ja, joh. Ja. Ik doe heel erg mijn best. En ik stop je mijn hele leven en zaligheid erin. Maar ja, is toch? Ja. Nee, dat moet wel relativeren. Ja, dat vind ik wel, ja. En het is natuurlijk, het is ook een vak van relativering. Ik bedoel, we doen heel erg ons best. En we vinden het allerbelangrijkste op deze wereld. Maar uiteindelijk is ik wil eens uit een bioscoop waaien. En dan heb ik nou een productieshow van $80 miljoen dollar. En dan ren ik de bioscoop in. Dan ben ik hem al even hier. En dan denk ik, nou, was dit het nou? Dus dan moest ik relativeren hier. Is de rol van Grutte Pier wel relativeren? Maar we daar echt als een held naar zien? Wat het is? Ja, voor mij persoonlijk is het natuurlijk wel een held. Ja. Is dat het verhaal wat vertelling is in die film? Ja, maar ik probeer het wel eerlijk te vertellen. Want ik snap de orenkant van de medaille, snap ik. Hè, dat meestal zei dat een bruut wie en dat die verschrikkelijke dingen die hij had. En dat geloof ik ook alle keer wel. Dat zit ik echt alle keer in de film. Dus we binnen er echt net. Een romantische meerkens sprookje van Mark? Nou ja, vind ik net. Probeerde ik net. Net een concrete mening moet hij aan. Maar dat het een mees is van vlees en bloed. Die ergens voor stong. En ergens voor gong. En vond dat wij vrij onafhankelijk. Hè, in een vrij onafhankelijk Friesland leven moesten. Ja, dat zijn elementen die mij heel erg aanspreken. En nog steeds super actueel binnen natuurlijk. Wij willen vrij leven. We willen dus eigenlijk keuzes bepalen. Als dat opline wordt terug de politiek, door de overheid, dan worden we dwes. Ik ken sowieso, ik net, dat wil ik best taai aan hier. Ik ken net zijn autoriteit. Maar net zei ze van, doe mus dit of dat. Wat ik mut is mie geen skiet. En voor de rest mut ik helemaal niks. Nou, en op de arm heel. Nou, nee, maar is toch. Ja, nee. Ja, ja, ja. En ik vind ik leven laten leven. Als toch een orenmening hebt hoe dingen willen, prima. Hartstikke best. Ik ben heel erg voor leven laten leven. Sinds ik gewoon leuk, ben net benieuwd. Ik goed. Het is wel helemaal net erg. Maar je hoorde met Bjerst in deze film het Friese vrijheid stinken. Ja, het zit er alle in. Ja. Ja, zeker. En we maken een sprong naar de hedendaagse tiert. De film begint in de hedendaagse tiert. Dan geven we waarom in mijn animaties in Nightretje 44. En we vertellen, en het Grutte verhaal, zeg maar, van Pier is natuurlijk in 1500 zafvallen. Dus we springen eigenlijk in tierden heen en weer. Tierden ha, tierden. En eigenlijk toen ik bezig was met het verhaal in de film en het script, toen dacht ik, wat is er eigenlijk weinig verhoor? Ik ken het door de Oekraïne, zo'n landje pik. Waar gaat het om? Landje pik, yield, macht. Dat is... Ja, flauwkoor, de harsjes er al. En zo gaat het al eeuwenlang. Ja. En dat is natuurlijk, ja, dat kist in op de tiers van al. En nou is het ook weer een hot item natuurlijk, want we hebben het, maar de boeren hebben het dan ik oer toch, oer dat ze hun eigen keuzes maatje wollen en dat ze vrij denken en dat als het opline wordt, ja, dat en net dat is gevaarlijk. He, dan kiest en dan kiest dat kiest. Mensen denken al, ja, yield en miljarden vlinden die om eren dan. Dat giet het net. Ik ben ervan uit zoeken dat het giet net om yield.
Het gaat om passie, het gaat om gevoel, het gaat om dat is iets. Hè, boer Nick, die creëert iets, die maakt iets, die dat is dus fretten, notabene. Dat is vaak van generatie op generatie. Dus precies. Je letterlijk tot net door de aankels, maar tot de knibbels in de Friese drek. Ja, dus dat zit in Friesland, maar de beste, dat is in een hele wezen best dat. En dan kist net zeggen van in pennenstreek van ja, we hebben stikstofproblemen en hoppa en weg. Ik zoek wel een andere baan. Ja, ken het. Oh ja, moet je omscholen letten. Rot op, dat kind het. Dat kist net vrij. Dat kist, daar snap ze helemaal niks van. Dus ik begreep die boeren niet heel goed. En dat ze dan ja, het gemeentehuis in rieden, dat snap ik ook. Binnen kwartalonsies. Dus dan heel emotioneel wordt het. Dus sjoch, ja, sjoch uit, denk ik dan. Ja. Daar bist mijn land. Daar bist mijn eerde. Daar bist de grond waar ik op stee, waar ik voor leef. Mijn vuur is warm, maar zonder dij is mijn hart zo koud. Ik heb geen angst, dan ben ik waarom bij dij. Waarom bij dij. Daar bist mijn land, daar bist mijn Erde, daar bist de grond waar ik op steh, waar ik voor leef. Daar bist mijn land, gaat alles te krijgen met het Grutte Pier project, zo neem ik het maar even. Het is later trouwens, als genre wordt jong, psychologisch, historisch, drama, Skrapke, Fries. Friestalig, maar meer nu te lezen, Steven, want is hij helemaal Friestalig? Hoe zit het aan? Ja, maar er zit natuurlijk ook Hollanders in. Dus wordt, Bram van der Vlucht dat er zijn laatste rol in. Ja, maar, dus deels een Nederlandstalige rol. Ja, hoe zit het met Milan dan? De haat en Milan, nou ja, we wien dus op ziek naar... Milan van Wilden? Ja, Milan van Wilden. Komt uit Zoetermeer. Wow, echt Friske Roels. Nee, ja, ik moest natuurlijk op ziek naar een huge acteur. Ja. En ik wil wel per se een acteur hebben. Want ik denk dat hij met wel, hè, dat die psyche van die man wil ik op een of andere manier zien te vangen. Dus ik denk dat ik net maar dat ging net ziek in het amateurcircuit. Dus, maar hij moest natuurlijk ja, sowieso een dikke 2 meter wezen. Zoals dan kist het net geloofwaardig krijgen, vind ik. En met sterk wezen, met breed wezen. Hij moet bereid zijn om hier naar zo'n project te werken. Want we hebben dit weer nog deel in maken. Maar we willen natuurlijk gewoon terug met deel 2. Dus het is echt wel een meerjaren project. Had je dus net deel uiteindelijk? Nee, maar dit, we hebben nog maar een trailer verteld. Deze film die we nu maken, dat is nog dat is echt het begin. Het begin van het verhaal van Pier. Het is er maar voor een pad verteld. Nee, ja. Even een actueel nijtje. Dat is wel heel aardig. Want volgens mij komt dat daar heel goed uit. Dat... vanwege een televisieserie, er onderzoek diende het zwart van Grutte. Ja, ik get, ja. En het doet nou blikken dat, nou, van het grootste pad, ik bedoel, ze zullen nooit 100% ja, de komst dan wel heel erg grut is dat dat zwart in het Fries Museum echt van Grutte Pier wie. Ja. Daarmee de bevestiging, echt, want misschien is dat het wel, was toen correct zeidest, het maakt echt onder een huur als de beer van Kerel was, ha. Want ja. Ik zei, ik weet eens de serie Sjoen Hast, is op NPO, je kent waarom zien trouwens, op uitzending gemist, zit ik er volgens mij even bij. Daar wie een echte zwut leefhebber. Ja, ja. Ik weet het nog in kwart, hè? Ja, nee, maar wij hebben natuurlijk ik research dienen. En wij kwamen eigenlijk tot de conclusie dat wij toch van nou, hij kan je net mooi vochten hebben. Nee, dat hebben we ook even naar tafel. Maar ja. Hij is nog 12 meter. Dat maakt ik haast wel. Want het doet nog wel blikken. Want dat zwart, het originele zwart is 12 meter. Ja, een dikke, nee, dat is ik een dikke 12 meter. Ja. Dus nee, ja. En dat is eigenlijk dan te lang, te zwier, om er nou goed mijn vecht zitten in. En plus dat dan ik, dat moest heel erg, dat is een enorme handigheid. Dus dan moest je voorstellen, dan ben je een boer en dan fabriceer je een zwart en dan kist natuurlijk net even snel even, zie je dan geweldig mooi vechten. Daar komen we ook wel achter. Dat, dus, maar dat maakt het, dat zit ik wel een beetje in onze film, ja.
wij, zo, dat is ik altijd, dan hek die angel dat ik maar gelijk uithellen. Het is net een historisch verantwoorde film. Ik hier een biopic, hè, wat ze dan nemen. Ik maak je, nee, ik maak je geen, ik maak je geen documentaire over hoe het wie het in 1500. Dus ik pak alle vrijheden. Ik heb er wel een historicus bij. Josse Pietersma, geweldige vent. En had ik ergens onzeker hoe wie dan zou ik Josse, oh, zo, de, kind het wel. Ja, ik weet het eigenlijk. Ja, die materiaal een keer wel, maar dan twijfels dan aan of zo. En dan zei Steven, lid het los. De bing in foto's van. Vond ik altijd een hele mooie. En dan stelde die mij weer gerust. En dat is natuurlijk, ik zei, het is een interpretatie van, ja, van die tijd, van hoe het toen wie. Ja. Maar het is net een documentaire en dat wij natuurlijk, wij willen een verhaal vertellen. We vertellen een verhaal en we nemen die vrijheden. Nemen wij ik, ja. Dus, en toch, er is nog net zo lang geleden een film over Red Bad verscheen. Mm-hmm. Dat is een hele hoop gedoe uiteindelijk. Is dat zo? Nou ja, het werd net een enorm succes in de bioscopen. En er werd wel wat kritiek uit de hoeken van. Red Bad is ik heel weinig bekend. Misschien nog wel minder. Ja. Als een grote pier. Ja. En toch kwam daar een beetje, ja. Nee, maar ik denk dat het ik de margin had, maar wat was pretendeerst. Nee, ik pretendeerde totaal net. Nee, maar best niet bang dat ze er toch naar zien zullen op die manier. Nou, dat maar, ja, iedereen, ja, Willem, iedereen de margin naar zien zou die zelf willen. En dat heb ik in de loop van jaren wel geleerd. Iedereen die margin ik overheen ging, zou die het zelf willen. Maar ik ben daar net in, persoonlijk net in geïnteresseerd. Ik ben geïnteresseerd in het verhaal, in de psyche van die man. Wat is er, hoe komt iemand tot gruweldaden, dat geweld? En daar hebben wij een manier voor voen. Waarvan we denken, nou, dat is mijn waarheid. Ik zeg altijd, het is net de waarheid, maar het is mijn waarheid. Het is gewoon een interpretatie van hoe het misschien ik weest is. Wie en ik hele onduidelijkheden over dat zijn band, Wolf net deerwien, of dat er een band dacht deergong hier. Ja, dat even voor de mensen die het mist, haar kan ik het voorstellen, maar... Ja, kijk, ik kan het voorstellen, Willem. Het verhaal is, hij wie boer, op een gegeven moment wordt het warp helemaal, Kims wordt plot, baan. Ja, hij wie natuurlijk een hele ondoorzichtige tiert, maar oer, ja. Wie een vijand. En het verhaal gaat dat zijn boerenpleert plot gingen is. In dat het redelijk bewezen is. Alleen het verhaal gaat dat zijn vrouw en bende mij om het lippen kan binnen. En dat hij daar toch zal lulk water. Die denkt, nou, allemaal nou ja. Anders melden, want ik sla hem de harses erover. Nee, maar hij, ja, je moet raak. Hij, ja. Hij zei in onze film, zei hij, ik wil de namen Suveri van Rensi en de band. Ja. Dat zei hij. Dat we zien innerlijke drive. En hij had daar toch zijn hem alles aanpakt. En dan. Ik wil een vrij Friesland. Ik wil voor de Friesen wil ik dat wij in vrijheid leven kunnen. En al die klootzakken die nu proberen landje pik te spelen. En dat wie, toen het wie het heel onderzichtig. Iedereen die voelde me kwar aan. En dan wie die werd de baas en hief belasting. En dan wie er werd een orenclub die dat dier. Dat wie in de Saxen. Dat wie in Habsburgers. Wie in Hollanders. Het wel. En iedereen die het mooi me kwar om me kwar. En vervolgens me kwar werd te verneuken. Even letter. Wie hele ondoorzichtige dier. Nou, daar ben ik indoken. Nou, daar komst ik gewoon. Ik kom er echt net uit. Ik snapte er net een hout meer van op een gegeven moment. Dat ik denk, ja. En dat ben ik alle keer interpretaties van. Ja, zo zal het ongeveer misschien wel wezen te wezen. Toen dacht ik, Steven, gewoon een eigen verhaal vertellen. En gewoon een verhaal vertellen over wat die man hoe kaam is. En lees het dus als een blauwdruk op deze tiert. En hij zei het letterlijk in de film, Willem. Ik weet net meer wat echt is. En toen dacht ik weet net meer wat echt is. Dat is nou precies ik, you to die, wat er you to die, ik weerspiel het. Ja. Wat is echt? Wat is de werkelijkheid? Wat is de waarheid? Daar ben ik heel pro de werkelijkheid en dat troon erin meer. Precies. Ja, nou, en als we dat nou, maar qua dan, hè, dan praten we dat oude, dat zo is. Best filmen. Ja, in Friesland natuurlijk het meeste, want ik wil altijd hier zo goed mogelijk de provincie sjerlitten. Ik, Veertigum hebben filmen, Isbrechtum, Epema Staten, dat is het kasteel van de Gwijde van Vlaanderen, Bram van de Vlucht spiedt dat, en die is dus natuurlijk ontvallen.
En nou ja, Warns wist wel, daar werd de slag in tredje 44 bij de Stien plaatsvonden. Daar had hij in uw verhaal, had hij zijn vrouw en zijn, nou, zijn hele familie bedobben. Ja, dus de subtitel van de film is Ik leverde de slag. Ja, ja. Ja, maar hij had natuurlijk die kreet, die is van tredje 44, maar die had hij natuurlijk ik adopteerd. En zodat nou de boeren hem ik weer adopteren kunnen. Dus dat is de sagette dan waarschijnlijk. Soms doet hij iets. Uitsprutsen. Nou, dat denk ik dat is net, hè? Wat, sorry? Dat wordt bekend, hoor. Oer? Wij houden nou lever de slaaf. Ja. Soms ze dat 400 die vrienden ik zou uitsprutsen. Jongen, ik heb geen idee. Maar toen dacht ik. Nee, dat denk ik net. Want ik denk dat ze oors met me qua communiceren. Maar oors, dat het heel oors ik klonk. Maar sure, dat wist net. En op het moment als daar voor kiezen soest om dat te passen in die verhaal, ja, dan moeten wij als Friesen moeten ik de ondertitels lezen om het te volgen. Nou, dat woe ik net. Ik woe per se woe ik dat wij het als Friesen ik zonder ondertitels. Dus ik heb ik een versie zonder ondertitels. Ik denk ja, dat we moeten het wel volgen kennen. Ja, ja, goed. Nou ja. Milan van Welden, Elske de Waal, Siep van de Ploeg nog, Jan Arends, Kas Janssen trouwens, Lau van der Haken. Dat is een mooi listje. Ben je er nog lang mee bezig geweest of is dit vooral in Hollo? Alleke vriend, eigenlijk alleke vriend van het huis. Want ik denk, dit is een heel gek project. Dat duurt jaren. We zijn in 2008 al begonnen met draaien. Dus ik denk kind alleen nog maar. En ik qua crew, ik maar een hele protte meisje. Daar we hebben al heel lang mee gear werken. En zij hebben ze nou aan een blokje draait. Wat had het versterken van Bram van de Plucht? Want moet je nog vragen, nog voor probleem? Zwargen in dat opzicht van draaien of net? Nou, maar Bram, wie het zei dat... dat wie dus volop in de coronatijd. En hij wie 86. Hij wie bang voor corona. Kwetsbaar, hè? Ja, kwetsbaar. En dus op een gegeven moment dus zei ik iets in Bram, ik zou misschien moeten we die scènes, ik wist iets gek, hè, maar ik wil een beetje van, nou ja, je wist het ik nooit, er gebeuren rare dingen, er zijn wel meer mensen in mijn omgeving die ik deed gewoon binnen aan corona, dus hier was ik iets van, het speelt nou wel, dus ik zei iets in Bram, ik zou misschien die scènes van daar maar wat voorrang aan en bij me kwam plannen dat we dat in ieder geval hebben. En toen zei hij nog lachend van, ja, stel je voor, als ik doodga, maar dan moet je wel de film aan mij opdragen, Steven, dat moet je me beloven. En draaien man een letter wie de deed aan corona. Dus we hebben die scènes al een draaien, kind. En, maar dat had mij Dijdien en de hele crew, bedoel, de ik schrok me echt de tyfus, jongen. Ja, dat wie, ja. Snel ging je eigenlijk? Ja, heel snel zelfs. Ja, 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 ja. Nee, ja, dat... Onwerkelijk klinkt het. Ja, is ik zo. Dat is aan de ene kant. Aan de andere kant, ik hier ik al een stuk of draaien die ik goed koer, die hiek ik al, die wie ik al kwiet. Aan corona, dus het wie ik wel een reëel probleem natuurlijk, wat er gewoon toen best wel gebeurde. Dus daar werden we maar geconfronteerd. Maar ja, wel hartstikke, het, ja. En mooi Bram ik, ja, dat wist wat het is. Het is natuurlijk een geweldig acteur. Dus ik ben apen trots dat hij nog gewoon in onze film zit. Dus in allerlei rol. Heb contact met de familie horen. De familie komt ik naar de première. Nou, en hij doet het echt fantastisch in de film. Dus ja, ik ben er ik heel. Dus ik, ja, ik ben er ik heel trots op. En ik heb de natuurlijk sluiten allemaal een titeltje dat voor Bram de film opdroegen is aan Bram. Wat vooral speelt Siep eigenlijk? Lietse Ties speelt een van de, nou ja, van de vriend van Pier. Ja. En Elske, want ik ben even de Vriers en Del. Ja, nee, Elske, Rintje, dus de vrouw van doet net zo lang mooi, maar die is vrij snel de. Ja, ja, nee, dat duurt ik inderdaad. Ja. Wanneer is de première? 28 oktober in Theater Snits. Binnen al een peerkaart, net volle meer. Moeten ze even naar het theater gaan. En omdat we best wel een hele protte meisje en ik, natuurlijk, de uitzending is best wel weer redelijk lang. Dus we kiezen net in één keer horen. Dus we doen een matinee-première en een jongspremière. Is het een Friese film of gewoon een landelijke film? Hij gaat een landelijke uit. Ja, en dat is ik wel weer heel tof. Ja? Want ze beginnen nu ook te bellen. En ik wie vleent wieken bij Netflix. Ze zien de trailers, jongen, kom.
kon praten. En Kanaal Plu, die hier al zijn van we willen hem graag zien. Die reageerde van de week ik weer van we willen terug. We willen een gesprek. Dus het is hartstikke tof wat er gebeurt. Maar het is natuurlijk eigenlijk het grote verhaal wat ik graag vertellen wil. Is natuurlijk dat we dus eigenlijk het vervolg dat we daarop inzetten. Want dat vind ik nou heel belangrijk. Dat we willen het hele verhaal vertellen. En net een treden. Een treden, ja. En dit is nog maar een treden. Het is prima, ja. Mijn kop en een stut. Dus kist het op zichzelf steend. Prima, kist het dan volgen. Maar het was natuurlijk heel graag dat hele verhaal vertellen. You ain't seen nothing yet. ja, toch? Ja. Grutskop, neem ik gewoon. Straals er niet. Nee, Willem. Maar no, dat is een probleem van mij. Dat vreeg je meestal. Bist tevreden? Nee, dat bedoel ik net. Bist grutsk? Nee. Ja, grutsk weer op. Nee. We moeten grutsk op wijzen. Ik krijg als iedereen aan gewoon aan het werk. Ik doe mijn best. Ik ben jongen van het volk. Ik ben van het volk, hè. Net van de bobers. We krijgen niks van het filmfonds. En zo. Ja, leuk voor Friesland. Wist wel, dat soort dingen. Jerk nog steeds. Wat is een dure film? Nou, wij binnen de wolf privé tot de nek in. Gong. Maar het is mijn eigen schuld. We wonen het maatje. En ik heb natuurlijk een geweldige familie. Ik om me heen. Wenda die me steunt in alles. En de band. En ik heb een hele protte band. Dus dat scheelt ik. Risicospreiding noemen ze dat. Oh my god. Nee, ja. Dus we redden. We zetten wel terug. Maar goed, het is wel een avontuur, ja. En na je avontuur is deel 12, had je nog andere projecten die er onder zitten? Ja, er zijn nog een paar dingen die speel je. Ja, dat klopt. Ja, dat giet ik altijd terug. Ideeën luidt het natuurlijk, dat kisting net uitzetten. Dus dat probeerst ik altijd wel weer een beetje op te starten. Of te proberen dat er ergens uit komen kist als nooit. Ja, helemaal niks is niks. Dus dan duurt het altijd, die processen zijn al lang. Dus dan gebeurt er te weinig. Dat is nog net de bedoeling. Ik ga een hartstikke mooi vernielend singeltje in mijn hoorn. Dat doet mij als muziekliefhebber altijd weer goed. Dat het gewoon perst is op de oldschool wieze. We draaien super kijk al even Do Bis Milan. Dat wie Milan, together met Elske. En dan ook hem opdraai. Sjok, de laatste plaat van deze, al even van Noorderwienek. Want Carla de Bruyne. Mij scream om mij. Ja, het album komt ik uit, hè? Ja, want dat is ook de reden dat we een beetje ver op de première van de film zitten. Het hele muziekproject komt eigenlijk eerst, hè? Ja, we hebben een album maken. We hebben het zien liedjes maken. Waar stond daar al hier op? Is het al hier met Carla en Elske of nog meer? Nee, en Protte, ik met Carla. Ja, Carla die had de meeste in zo'n... Ja, ik ben een groot fan van haar. Ja. Maar ik van Elske, hè. Dus, ja. Maar we hebben bijvoorbeeld ik, Green and Seas, met Sam Kramer. Dat is een Belgische Fries, neem ik het maar. Daar ben ik in Aaron. Geweldig fan. Zit ik in de film, acteert ik mij. Heb ik een liedje makers die ik op het album. We hebben zelf nog mijn Hubert Heringa hebben. Ik nog zelf twee treien originele liedjes. Maar we moeten ik originele liedje maatje. Net alleen nog covers maatje. Dus we zijn er mooi aan de slag gong. Ja. Zo leuk. Ik in de coronatiet ontstong, Willem. Want we konden net... We gingen natuurlijk heel stroperig met films, maatje. En toen ben we... Zo, nee, focus je met Ronald Skilproort, de componist van al mijn films. Al meer dan 30 jaar. Ik zei van, god, we beginnen... Zo'n liedjes, maatje. Nou ja, en het zei ook iets hoe jij als filmmaker... Dus toen muziek ongelooflijk belangrijk vindt. Voor überhaupt in eigen films, maar sowieso in films. Hè? Ja, nee, maar dat ik vind dat altijd wel. En ik word er ik heel vaak door recensent, word ik er ik wel wat op oude rekken of zo. Dus is Steven, we hebben zien muziek, wist wel dat ik wel echt een dominante score is die er dan in zit. En dan zit ik altijd, ja jongens, maar dat vind ik mooi. En want het, ja, ik vind muziek is gevoel, is emotie, is en alles draait om emotie. Dus de kist saffel en mooi dwaan en ja, ik vind onderdeel muziek. En stiet ik op het album, op het muziekalbum, stiet een heel brok filmscore uit de film. Ja, nou ja, luister je er maar naar. Het is volgens mij nou op Spotify. Dat is het op de jam. Is dat de reden dat het een
Net, want je zit op featuring grote pierproject. Dat is het project neemt die plit van. Ja, ik neem het. Nou, krijg ze het Alan Parsons project. Bijvoorbeeld, dat is het eigenlijk dat we die insteek. Het is volle meer dan alleen maar een stukje muziek of een band of zo. Dus daarom hebben we het gewoon grote pierproject neemt. En dat is ik. Nou ja, het is nog maar het begin, denk ik. En het binnen zien liedjes en filmscore en een proloog en een epiloog. Maar we gingen gewoon terug. Lang leven Grutte Pier, zegt zo nog? Ja, fantastisch. Ja, zo'n mooi project, Willem. Het is zo'n mooi project om daarmee bezig te zijn. En het bloot een held voor mij. Dank u wel.